Nou, hier zie je dus de toren, hoe kapot die geschoten was. Wil je hem zien? Het is grotendeels weggeslagen, de toren is de kop eraf. Ik weet niet of dat gaat hoor. Je ziet het hier, de kern van Meeuwen die in brand staat. Oudjaarsdag 1944. Om het Duitse verzet te breken vallen 3 squadrons van de Royal Air Force het Brabantse dorpje Meeuwen aan. Nou, voor het dorp desastreus, want heel de kern die lag eigenlijk in puin. Gelukkig waren er geen mensenlevens mee gemoeid, omdat de mensen geëvacueerd waren. Maar toen die terugkwamen, toen stond er dus voor van hun letterlijk niks meer. Het dorp was totaal verwoest, op 1 dappere boom na. Maar deze heeft eigenlijk alles gezien, deze boom. Hij was gewond, beschadigd, maar het zijn sterke bomen deze. Die worden wel een paar eeuwen oud en hij staat er nog, zie je wel. En daarom hebben wij gedacht dat we daar toch een blijvende herinnering voor zouden moeten maken. En die zit hieronder. En die wordt morgen onthuld door de burgemeester van de gemeente Altena samen met een van de oudste inwoners uit het dorp hier. De verwoesting van het bombardement 75 jaar geleden, die komt tot leven op een foto-expositie. Nou, die foto's die laten het meest erge zien wat er in de oorlog gebeurd is. Ik denk dat het te doen was om de kerktoren, dat is een mooie uitkijkpost natuurlijk. Maar wat er omheen staat, dat is ook mee vernietigd. Ja, Meeuwen heeft alles opnieuw op moeten bouwen. Ja, en je hoort dus ook nog van mensen tot welk verdriet en tot welk leed dat heeft geleid in het dorp Meeuwen. Niet alleen de plataan overleefde het bombardement, een engeltje ontsnapte ook aan de verwoesting. Nou, dit is een windvaan, die heeft vroeger op de muziektent gestaan. De muziektent die tegenover de boom stond, waar wij dus ook bij gestaan hebben. Hier zie je hem. En die heeft die muziektent is ook in puin geschoten. En later heeft iemand die hier vlakbij woont, die heeft die vaan uit de puinhoop uitgehaald en bewaard. Dus die is hier nog te zien.